Welkom bij experiment deel 218, de meest gesproken taal ter wereld. Nu denk je misschien, de meest gesproken taal, dat is toch Engels? Nou, dat denken de Amerikanen ook, maar nee, Engels staat pas op de 5e plaats. De werkelijk meest gesproken taal ter wereld is Mandarijn, oftewel Chinees. Maar goed, wat vinden we nu van die taal? Je zou zeggen, die is hartstikke ingewikkeld. Nou, wij gaan het uitproberen. Ja, hij is ingewikkeld in de schil, ja. Maar goed, we gaan hem ontwikkelen. We gaan hem pellen. En wij gaan eens even kijken of dat nou echt zo'n lekker taaltje is. Nou, hier zou ik een hoop zoete woorden over kunnen zeggen. Nou ja, een beetje gezond taalgebruik. Ja. Nou, hoofdstuk 1. Hoe haal je het ding uit de verpakking? En wat voor verpakking? De citroen. Nou, dit is een natuurlijke verpakking, maar je ziet tegenwoordig ook wel eens in een winkel gewoon zo'n bledje met daarop patjes mandarijn en dan folie. Dan zou je zeggen, ze komen aan de boom al in verpakking, dan gaan ze die eraf halen en dan gaan ze dus een plastic verpakking omheen doen. Nou, dat is dus niet slim. Dus als je nu denkt, ik koop een lekkere mandarijn, doe dan gewoon eentje die nog origineel is verpakt. Wel zo milieuvriendelijk. En spreken jullie al een beetje Mandarijn nu? Ja. Ja, ongeveer drie kwart. Nog maar twee lessen. Ja. En je weet ook hoe je in die taal dingen uitvergroot, hè? Hoe dan? Dan roep je sinaasappel! Je krijgt er wel vitamine C van aan je handen trouwens. Klein beetje. Wow. Kun je hem op? Ja. Want het is best wel een beetje machtig taal. Nou, het is in elk geval gezonder dan bruuttaal. Oh ja, Eva, jij wist ook wat de minst gesproken taal ter wereld was, hè? Ja, gebarentaal. Juist. Nou, kijk, dit was les 1. Mandarijn. Doe dit gerust thuis na. Maar na, gebruik niet de lege schil terugstoppen in het netje, hè. Gewoon even bij het GFT. Tot ziens! Doei!